De Intercity tussen Den Haag en Eindhoven gaat in het nieuwe jaar op de hoge snelheidslijn rijden en wordt dan 11 minuten sneller. Dat is fijn, maar niet voor iedereen. Nu komt die intercity langs Dordrecht in de nieuwe dienstregeling niet meer. En dus betekent dat dat je vaker moet overstappen als je reist tussen Brabant en Dordrecht. Nu rijdt er een rechtstreekse sprinter van Gilze-Rijen naar Utrecht straks niet meer. Wie dan bijvoorbeeld uit die richting naar Houten, Culemborg of Geldermalsen wil, moet in den bos een half uur wachten op de aansluitende stoptrein.